Voor de nieuwe dansproductie Not Strictly Rubens zette het Koninklijk Ballet van Vlaanderen ramen en deuren open en stak het de hand uit naar modeontwerper Walter van Beierendonk en dansfenomeen Praga Khan. Voor mij was het een grote uitdaging en een ware eer en genoegen om met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te mogen werken. Omdat ergens ben ik toch producer van dansmuziek. En je krijgt dan ineens de 50 beste dansers die er in België rondlopen. Die een uur op jouw muziek gaan dansen, wat voor mij een droom is. Praga Khan is een groep die me ook altijd fascineert. En het is ook een van de ingrediënten die mij mee hebben overtuigd aan dit project mee te werken. Bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen in Antwerpen gaat overmorgen Not Strictly Rubens in première. Een dansspektakel waarin ballet en het werk van de schilder Rubens elkaar ontmoeten. Heel wat BV's wilden deze première absoluut bijwonen. En ook wij waren van de partij. Heel wat bekende gezichten op de première van Not Strictly Rubens, de nieuwste productie van het Ballet van Vlaanderen. Er werd vooral uitgekeken naar de muzikale inbreng van Maurice Engelen en de kostuums van Walter van Beierendonk. Ik vond het geweldig mooi, echt waar. Heel mysterieus, fantastisch en fantastische kostuums. Heel mooi, echt waar. Het is sowieso wel eens iets anders en op dat vlak vind ik het heel tof om zo een keer iets helemaal anders te zien. Die kledij, oké, dat weten we. Walter van Beierendonk, dat is speciaal en daar verwachten we ons ook aan, dus dat was de max. En dat in combinatie met, eigenlijk was geen klassiek ballet meer. Ik heb genoten en ik droom al, zou dit niks zijn om ooit eens in Werchter in de Pyramid Tent te doen. Het is helemaal nieuw. Ik denk mensen die gewoon zijn van naar een klassiek ballet of naar een gewoon modern ballet te komen kijken, kan toch wel even...